Mooi dat u gekomen bent. Ook van harte welkom. Naast een welkom neem ik in het kort even mee in de geschiedenis van zo'n 82 jaar Leuwik. 1937, Bernard en Hendrik Leuwik, beide metselaars, begonnen als zelfstandigen en hebben het bouwbedrijf opgericht. Als je dan terugrekent in de geschiedenis van mijn start bij Leuwik in het belangrijke jaar 1979 tot op vandaag 2019, betekent dat naast dit prachtige moment ik mijn jubileum mag vieren van maar liefst 40 jaar dienstverband bij Leuwik. En dan begrijpt u dat vandaag een van de mooiste momenten uit mijn leven is. Apertrots ben ik ook dat ik hier mag staan. Het is de bedoeling dat we naar buiten gaan. Dus onderweg is er een lekkere prosecco. Dus die nemen we mee. Ik moet er even een paar woorden zeggen en dan open ik de deuren. Dan lopen we door de machinale werkplaats, gaan we naar de voorkant waar het officiële moment gaat plaatsvinden. Ja, ik kan nu gewoon commentaar geven op de camera, want het wordt allemaal vastgelegd. Ik wens jou heel veel succes met jouw mensen in dit prachtige bedrijf. En ik ben ervan overtuigd dat als straks dit doek valt, dat een heleboel mensen die hier over die Rijksweg rijden elke dag, want hierachter zit een fantastisch logo, weet ik, en dat gaan zien en dat verhaal over jouw bedrijf weten te vertellen. Heel veel succes op deze plek. En dank dat je mij, dat je deze mensen van dit moment deelgenoot laat zijn. Heel veel succes. Gert de burgemeester straks een klap geven op de rode knop. Een klap graag erop. Ja, wel. Dankjewel. Proost. Nou, je kunt zien, het is een geweldig mooi logo. Zijn er grote projecten in de directe toekomst? Ja, zoals ik heb aangekondigd vanmiddag, is we beginnen na de vakantie in Losser. Een werk wat we in design en beeld hebben binnengekregen. Dus we hebben het ontwerp zelf bedacht, voorgelegd en toen hebben we gescoord. Werk van 5,5 miljoen. Daarnaast een bouwhuis in opdracht einde van het jaar in Den Hoorn. Wel een grote afstand, maar toch een omzet van voor volgend jaar voor een 14,5 miljoen alleen al een bouwhuis. Dus het wordt steeds beter en mooier.